integer, rustig, ja, duidelijk in zijn uitspraken. Ja, en een echte visionair. Een man om mannen hoort een woord, hè? Dat is het gewoon bij hem. Een amabel mens met oog voor zijn omgeving. Nico is een. Nico is echt een man van voor de putten. Is er een van ons. Nico Zevenbergen verlaat Rabobank Voorneputten Rozenburg. Hij wordt directievoorzitter van de Rabobank in Breda. Volgens voormalig commissaris Jaap Noordermeer laat Nico een bank achter die er, na de samenvoeging van in totaal 9 lokale banken, uitstekend voorstaat. Van de ene fusie naar de andere. We hebben daar als commissaris en directie best wel goede gesprekken over gevoerd. En het is een hele mooie bank geworden. Maar ik denk dat hij daar het meest trots op zou zijn na zijn actieve carrière. En als hij later met zijn fiets hier rondrijdt over het eiland, dan zal hij wel eens denken, ik heb er best een aantal banken gesloten, maar ik heb iets moois overgehouden. Hoe de Rabobank onder leiding van Nico dat fusieproces vorm gaf, staat voor burgemeester Mirjam Salet van Spijkenisse model voor de manier waarop de gemeenten op het eiland moeten samenwerken. Tijdens een visiebijeenkomst met regionale bestuurders zette Nico zijn aanpak uiteen. Het model Rabobank, zoals hij dat voor ons heeft neergezet, was dat je begrijpt dat de wereld om je heen verandert. Dat de schaal verandert en de schaal waarop je moet handelen anders wordt. En dat je in die schaalvergroting mee kunt gaan op een rustige, constructieve manier. Waarin je iedereen erbij houdt, maar wel je stappen zet naar een volgende fase. Kijk, ik zeg altijd voor ons bedrijf, jongens, we moeten zoeken naar agrarische oplossingen. En daarmee, we gaan niet ploegen met die banden. Maar ik bedoel daarmee dat je niet verder springt dan je polsstok lang is. En dat je goed nadenkt over wat je doet. Dat zie ik bij Nico heel erg terug. En dat waardeer ik ook. En dat spreekt me ook erg aan, moet ik zeggen. Agrarische oplossingen? Dat noem ik een agrarische oplossing, ja. Gewoon zoals de boer denkt en dacht. Rustig aan. Knopen tellen. En dan investeren. Dus rustig, maar toch doorzetten. Rustig, maar wel vastberaden. Wat typerend is voor de bank, is typerend voor Nico. De bank en de man passen bij elkaar, vindt ook Jaap Varenkamp, lid van de ledenraad. Nou, het is natuurlijk een coöperatieve bank. En het is ook een bank van de leden. En ik heb wel eens het idee dat als ik op bijeenkomsten kom, dan er toch nog een groot aantal mensen zijn van die zeggen, dit is mijn bank. En daar is Nico een stuwende kracht in. Die is echt een coöperatief mens. En wat is hij voor een baas? Een mensenmens. Steun en toeverlaat voor heel veel collega's ook. Wat ik ook zag gebeuren is als ze advies wilden hebben, of het nou zakelijk was of privé, kwamen ze toch altijd even bij Nico langs van hoe hij erover dacht. En ja, dan praten ze daarover en hij hielp die mensen ook daarbij in het maken van een keuze of wat dan ook. En ja, hij heeft heel veel mensen binnen de bank ook echt wel kansen gegeven om het zich te ontplooien en dat vertrouwen ook aan iemand geven dat ze het kunnen. Dat is ook heel bijzonder, vind ik wel. Ik hoor ook altijd dat hij goed kan luisteren. Klopt, als wij in de vergadering zitten en we hebben ons verhaal, dan wordt er heel goed geluisterd. En dan zie je al, of hij het er mee eens is of niet mee eens, dan zie je al aan zijn gezicht dat wel. Maar hij kan heel goed luisteren, ja, klopt. En soms ben je zelf nogal eens, zit je in een molentje van dat het jouw gebied is. Hè, maar soms af en toe de spiegel voorhouden en even terugkaatsen. Ja, dat zijn de goede gesprekken. En daar is hij altijd heel graag toe bereid? Daar is hij heel graag toe bereid, ja. Delegeren, kon hij dat goed? Hij kon wel aardig delegeren, maar als het niet snel genoeg ging, dan had hij helemaal geen moeite om het razendsnel erover te pakken. En dat is een beetje de aard. Iemand die iets moest vertellen en dat niet vlug genoeg deed, dan had Nico dat een paar minuten aangehoord en dan nam hij dat over, want dat vond hij te lang duren. Ongeduldig ook een beetje? Ja, denk het wel. Weer een eigenschap die ik ook heb, dus het zou goed, want dat had lijken we op elkaar. Is het een man die ook wel eens met de vuist op tafel slaat of houdt hij zich altijd... Nee, alleen als hij lacht. Als hij plezier heeft, slaat hij met zijn vuist op tafel.
Dan buldert hij van het lachen en dan komt die vuist op tafel en dan weten we, nou, die hebben alweer heel veel plezier met elkaar. Ja, hij lijkt een beetje op mij, heeft een hekel en ongelijk en een verliezen. Dat is er niet zo, is er niet zo gelukkig mee, maar dat ben ik ook niet. En verder erg betrokken en in mijn optiek erg eerlijk en recht. En ik denk dat je dat nodig hebt. Kom goed met de mensen omgaan, goed de mensen motiveren. En hij zal nooit op de voorgrond treden, maar hij is wel de eerste speler. En dat is belangrijk, dat je de kracht hebt, dat je met jouw bescheidenheid in staat bent om mensen in beweging te krijgen. Datgene te laten doen waar je ook voor staat. En hij staat voor gewoon integriteit, transparantie en gewoon oprechtheid. En dat is denk ik wat Nico Zevenberg is. Gewoon een oprecht mens. Het werk is natuurlijk nooit af, maar de bank ligt wel op koers. Daarom is Nico toe aan, zoals dat heet, een nieuwe uitdaging. Die ligt in Breda, buiten de regio dus. Een gewaagde stap voor een man waarvan iedereen zegt dat hij een eilander is. Ik weet, Nico kennende, zal hij daar ook op zijn eigen manier van kunnen genieten. Daar ben ik van overtuigd. En ook lachen om te grappen en grollen. Want hij heeft een zeer goed gevoel voor humor. En ik vind het een zeer goed lachse man. Dus dat gaat hij daar ook. Dat gaat hem daar niet om markeren. En weet je, ik denk dat het altijd goed is voor een mens om eens in een heel andere omgeving terecht te komen. Want je kan daar tussen het Brabantse zand ook wat van de degelijke Zuid-Hollandse klei meenemen. Dat doet helemaal geen kwaad. Brabant en de grote kerk en de pleinen eromheen en de gezelligheid die er heerst, de gemoedelijkheid die er heerst. Dat past denk ik bij vlekkeloos bij Nico. En wij zullen hem nooit missen. Ik denk dat hij met open armen ontvangen wordt in Breda. Het is daar een Bourgondische wereld. En hij kan misschien vast een beetje gaan oefenen om carnaval te vieren. Want dat zal hij wel moeten doen daar. Nee, daar zit totaal de persoon niet voor. Hij vindt het wel leuk om zo aan te zien, denk ik. Maar om daar zelf in een queue rond te lopen, daar is die figuur niet naar. Jij voelt een wintersport aankomen rond carnavalsdagen. Ja, dat denk ik wel. Want dat vindt hij wel leuk. Nico, ik wens je heel veel sterkte en geluk in je nieuwe baan. En ik hoop dat je dus in Breda een goede tijd tegemoet gaat. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er vertrouwen in jou kennen dat je dat zal lukken. Maar toch sterkte doorwenst. En ik hoop dat we elkaar nog regelmatig zullen ontmoeten. Hey, ik ben blij dat ik jou heb leren kennen als mens. Waar ga je missen? Waar ga je missen? De Rabobank gaat je missen. De maatschappij om ons heen, voor de putten gaat je missen. Ik wens je desalniettemin heel veel succes toe en heel veel goede tijden in Breda. Maar ik ben ervan overtuigd dat jij het daar helemaal gaat maken. En ik ben zelfs nog van mening dat dit niet je laatste promotie zal zijn. En dat hoop ik ook. En dat gun ik je ook. Jou en al de jouwen. Nico, ik wens je heel veel succes en werkplezier in Breda. En Breda mag blij zijn met zo'n kanjer als directievoorzitter als jij bent. We hebben een fantastische tijd al die jaren gehad, denk ik. En met veel plezier samengewerkt. En ik wens je alle succes in je nieuwe baan in Breda. Nou, Nico en Ilse, dit zijn nou de lekkere tomaatjes die jullie zo graag lusten. Ik hoop dat jullie een keer de gelegenheid hebben om langs te komen om die keer te halen. En anders breng ik ze nog een keer bij je. Groetjes. Ik zou willen zeggen, Nico, word er gelukkig.